hier hebben ze Leandro. Leandro. Oké. Leandro. Goeiedag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe video. Sjeboy, Leandro hier en like en abonneer nu alvast als je dat nog niet hebt gedaan. Yo! vandaag heb ik iets nieuws. Ik ga namelijk reageren op dingen. Ja, reageren op dingen. Waarom ik vandaag heb, dit hè. Het is een gummy pizza. Maar we gaan het eventjes openmaken. Volg me trouwens op Instagram. Link staat in de beschrijving. Dan zeg ik, we maken het open. Ik heb hier een schaar. En ik heb hier ditte. Goed, ja, dan moet je maar een schaar en ditte openknippen. Dat gaan we dus doen. Mijn schaar was niet weg. Ah, ja, is. Ik had beter moeten nadenken. Dus, ik heb hier dus een pizza. Ja. Dit is het. Ik moet eens kijken, want dit is dus. Hè. En dan, op het eerste gezicht lijkt het mij wel oké. Okay. Ik denk dat die lekker gaat zijn, maar ik weet het niet zeker. Ik ga eens een stukje proeven. Hard. Het is trouwens wel glutenvrij. Maar op het eerste gezicht ziet het er ook goed uit. En hij smaakt ook zo'n beetje goed. Ja. Ja, kan er mee door. Ja. Ja. Ik had trouwens een video opgenomen. Nog een talkshow. En daar had ik wat vragen gekregen. Ook van Borismans, maar het waren vragen die ik nog over had. In de vorige talkshow, maar die waren niet. Ja. Dat bestand is helaas ook alweer corrupt geraakt. En ja. Dus stel ik ze nu. Het kan zijn. Of ja, stel ze nu. Hij vroeg aan mij, Leandro. Ja, ik mag weer een shout-out gegeven, maar mag ik er. Mag ik er misschien nog in? Dus dan zeg ik. Zeker een shout-out van Borismans. Sjol. Oeh, dat is hard. Kan er mee door, ja. Ja. Zo overigens wel lekker, vind ik. Ik weet niet meer precies. Ik had het hier nog ergens liggen. Want ik vond het hier net in mijn kast, maar ik heb het vorige maand gekocht. En ik zie. Het is trouwens goed dat 18/5/2022. Dus. Don't worry, be happy. ik heb dit trouwens gekocht. Hier is zo een klein buurtwinkeltje bij ons in de buurt, hier in Bree. Op de Ruit voor de Kiezel. En die heet Fresh and Food. Daar heb ik die dus gekocht. Lekker. Ja.
ga hem nog innemen. Sol. Ja. Oeh, ik heb iets nieuws. Kijk. Fluit. Fluit is een vogeltje, maar fluit is een beetje raar. Hier zijn vleugeltjes bewegen, een beetje raar. Dus zoals ik al zei, zijn vleugel. Je ziet ze zo een heel klein beetje zo tikken. Ah, maar dat is het ook. En dan als hij wat fluiten, maakt hij dit geluid. Ja, dat is niet goed. Ik zal nu eens laten zien. Parkeerde. Je zag zo. Je ziet zo een heel klein beetje zo die vleugeltjes bewegen. Nou. Zou ik dit stuk in één keer in mijn mond kunnen steken? De vraag van vandaag. We gaan het uittesten. Het heeft me letterlijk een kwartier geduurd om dat ding te kunnen inslikken. Ja, een kwartier. Ja. ik heb hier trouwens heel veel rommel. En er vroegen ook mensen naar een kamer toe. Dus gaan we dat doen. Dus ik heb hier nu dit staan, die pizza, hè. Ik heb hier mijn radio. Dan heb ik hier foto's van mij toen ik nog een baby was. Hier heb ik dit en hier allemaal hangen. Veel te veel. Dit en heb ik hier hangen. Vanal. En dan heb ik hier nog een kruisje hangen. Die boom hier, daar, het lintje. Daar heb ik nog een lichtje, een sticker, mijn lamp. Mijn Fortnite emotes en mijn naam. Hier heb ik mijn tv, mijn kast en heel veel rommel. Oh ja, en hier is trouwens mijn kussen. Maar dat is een speciale kussen. Jezus. Die kussen die kan namelijk dit. Ja. Ik kan veranderen van kleur. Ik heb hem meestal zelf altijd op zwart staan. Omdat ik zwart een leukere kleur vind. Jongens, ik ben namelijk een vampier. Oeh. Nee. Dus dat is het eigenlijk zo'n beetje. Ik ga nog een stukje eten. En dan zeg ik je doei.